Give me money. Little more. Nederlands, Engels en Turks. Het zijn maar enkele talen die in Mexico kebab voorbij komen. Het verhaal speelt zich ook grotendeels af in Turkije. Je zou denken dat Gili Thijs een echte talenknobbel heeft om met al zijn acteurs te communiceren. De grootste uitdaging was echter om een geloofwaardige familie te vinden voor Ibrahim. De papa mag een Amsterdammer zijn, maar de kinderen zijn in Antwerpen, die moeten allemaal Vlaams spreken. Dus dat was heel moeilijk. Allemaal, ik bedoel Vlaams spreken met een Antwerps accent, want we konden ook een Limburg erbij pakken. Mijn ene zusje komt van Genk, de andere komt van Gent, dat klopt niet meer. Dan heb je al dat allemaal gaan van die belachelijke accenten die we in Vlaanderen allemaal hebben. Tegenwoordig is Bolotho, van al die accenten. Dus wat wij nu hebben gedaan is een beetje nog in een stroomversnelling. Dat te gooien en we hebben 7 talen in de film. Het ging redelijk vlot, moet ik zeggen. Ik ben zelf, ik spreek, laten we maar zeggen, 4 talen zeker en vast al en 6-7 talen. Dus het was niet zo moeilijk. De talen en zo, dat is absoluut geen enkel probleem. Allah, en büyüğümü elimden aldı. Şeytan da seni benim elimden aldı. Benim bir tek oğlum var. O da Furkan. Wij zijn in Turkije begonnen, wat heel goed was voor de setsfeer. Omdat je zit daar op hotel en gewoon bij elkaar, bij wijze van spreken, één gewerkt bij elkaar. Dus ik heb een klein mondje Turks leren spreken in Turkije. Dus zo werd er wat gecommuniceerd en in het Engels. En nu heb ik ook een beetje Marokkaans geleerd. En, ja, dat was het leuke en dat is ook het relevante aan de film, dat zelfs buiten de schermen wordt er een multiculturele maatschappij gevormd die mensen in staat stellen om een film te maken. Dus we hebben ook al de Turken die je in Turkije ziet in de film, zijn allemaal Turken die van hier zijn meegenomen. Allemaal hop, vliegtuig op, krak naar Turkije, prachtig hotel. En de banding was daar direct natuurlijk, want iedereen sprak Vlaams of Hollands. Ja, dat is allemaal Nederlands. Dus heel die film is gewoon in Nederlands geregisseerd. En al die andere talen, dat zijn mensen die dat, hun originele taal is dan Turks of Frans of Engels of noem maar op. Ik ben Ibrahim, Turkum. En ik ben homo. Zeg, als je gedaan hebt met fikvakken, kun je dan niet aan de commandos werken alstublieft? Ze klappen over u. Maar vooral homo zit jij, hoor. Nee. Wat? Je moet ernaast door nu, Mehmet. Wat bedoel je, een soort uithuwelijking of wat? Cheers. Ik ben wie ik ben. Ik heb maar één leven en ik ga dat niet open voor aan de schone schijn. Çık git bu evden. Seni bir daha görmeyeceğim. Sen benim için yoksun. Benim bir tek oğlum var. O da Furkan. Kes ese vriendje, ne? Ja? Hoor het toch dan, ja? Laat dit niet pechelen. Voor mij is niks oké. Frank. Laat me los, nu. Jij hebt mij een draak gekregen, jongen! Kevin, ja. Het is genoeg geweest. Oh, mijn los. Deze kebab is vanaf 29 februari te zien in de bioscoop. Jeannette!